Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza opgenomen op vrijdag 3 november. Het weekend staat weer voor de deur en dus is het aardig om ook eens even naar het weer van het weekend te gaan kijken en dan gaan we grote verschillen zien voor wat betreft de temperatuur. Ja, vandaag was het toch een vrij bewolkte dag. In het zuiden van het land kwamen wel steeds meer opklaring. Op de satellietfoto is dat ook goed te zien. En in het midden en noorden van het land brak af en toe eventjes de zon door. Dat is heel rustig weer met een zwakke zuidelijke wind. Nou, vanavond en ook vannacht zijn er vrij veel wolkenvelden aanwezig, maar er trekken ook wat opklaring over. En vanavond ligt de temperatuur zo tussen de 6 en de 8 graden. Vannacht dan daalt het kwik naar een graad of 4 hier en daar. Maar er is toch wel vrij veel bewolking en de zuidelijke wind voert ja, redelijk zachte lucht aan. En dat gaan we morgen merken. Want dan loopt de temperatuur op naar zo'n 14 tot 17 graden. Met name in Brabant en Limburg wordt het zeer zacht. En ook in het oosten, in Twente, de Achterhoek, dat kan de temperatuur oplopen tot ruim 16 graden. Daar zijn ook de meeste zonnige perioden in het westen is meer bewolking en er kan in de loop van de dag al een spatje regen gaan vallen. U ziet op de kaart ook spatjes regen voor het midden en zuiden, maar dat is eigenlijk neerslag die pas aan het eind van de middag gaat vallen en in de avond en dan kan het best af en toe even stevig gaan doorregenen. De wind die wordt ook meer zuidwestelijk en trekt wat aan, die wordt matig tot krachtig. Ook in de nacht naar zondag nog wel af en toe regen en dan zondagochtend dan trekt de regen Weg naar het oosten toe en dan krijgen we vanuit het westen weer een aantal opklaringen, maar gaan er ook buien vallen, misschien wel met onweer in de kustprovincies. En de temperatuur die komt niet veel verder uit dan een graad of 10, een stuk kouder dus dan de zaterdag. Maandag en dinsdag die verlopen overwegend droog. Er zijn ook flinke zonnige perioden. Misschien dat er maandag nog een enkel buitje valt in het westen van het land. En ja, de maximumtemperatuur ligt zo tussen de 10 en de 12 graden, maar wat verder zal opvallen, dat zijn de nachttemperaturen, want die komen een stuk lager uit. In de nacht van zondag op maandag kan het al tot nachtvorst komen en maandag op dinsdag dan komt het ook tot nachtvorst. Misschien dat het zelfs op neushoogte een graadje gaat vriezen, want met nachtvorst bedoelen we eigenlijk de vorst aan de grond. Kijken we dan nog wat verder op de lange termijn, dan zien we dat het dieptepunt toch wel zo'n beetje zit op die dinsdag en die woensdag qua temperatuur. Daarna krabbelt de temperatuur wel weer iets op, maar het blijft op zich vrij fris. Maar dat is helemaal niet gek voor november met maximum temperaturen zo rond de 10 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u alvast een fijn weekend.